Yes, yes, yes. This is Winston's Holzberg Experience. How we do it, baby. We praat met Stacy Seedorf. Over doelen stellen, persoonlijke, financiële en materiële doelen. Stacy, welkom in de uitzending. Dankjewel, Vincent. Dankjewel. Wat leuk dat ik hier mag zijn. Hey, luister dan. Ik weet hoe druk je het hebt. En ik ben altijd blij als je de tijd vindt om met mij te praten. En dan doen we het ook nog eens zo. We streamen hem live naar Facebook. Goed. Veel mensen kunnen het zien, dus we gaan ze tips geven. We gaan ze een kijkje geven in jouw keuken. Hoe ga je om met je persoonlijke, financiële, materiële doelen? En je stelt me net een paar vragen. Ik doe dit omdat ik geloof dat mensen meer bezig moeten zijn met die drie elementen. Ik heb het al 30 jaar, doe ik het heel bewust. Het heeft me geen windeieren gelegd. En ik wil weten, hoe doe jij het? Want jij bent heel succesvol. Je voelt je senang. Je voelt je goed in je vel. Dus introduceer jezelf even voor de mensen die je nog niet kennen. Ja, ik ben Stacy Seedorf. Ik ben de oprichter van State of Mind Network. En dat is een coaching instituut waarbij coaching en trainingen geven, organiseren we. We hebben veel online trainingen. En we werken met name in de balans van de state of mind en de balans in de state of body. En we doen het met z'n tweeën, mijn partner en ik. Zij doet de body, dus zij. En ik doe de... Zij heeft ook de body, by the way. En, en ik doe de mind. Het is geweldig. We vinden het heel erg leuk om die balans te hebben. Zowel in mind en body. Omdat dat is toch wat ons door het leven heen brengt. Het zorgt ervoor dat we genieten in het moment van het leven, van onszelf, van en dankbaar zijn voor al die dingen die we mee mogen maken. Maar daarnaast, want het is het niet voor niks dat we dit zijn gaan doen, we komen uit de muziekindustrie. Ik zit zelf al 30 jaar in de muziekindustrie. Een aantal mensen kunnen mij kennen, dat zijn de iets ouderen onder ons, die kunnen mij kennen van de band 24/7, dat was in de jaren 90, maakten we wereldwijd furore. Mm-hmm. En dat heeft hele mooie, gave tijden waren dat, mooie dingen heb ik meegemaakt daar. Het was enorm leerzaam, want het was vreselijk turbulent, wereldwijd succes hebben, het gaat niet in je koude kleren zitten. Het heeft me werkelijk alle kanten gebracht van de wereld, maar ook in de krochten van mijn ziel zelf. Ik ben mezelf meerdere malen tegengekomen. Pieken, dalen. En van daaruit eigenlijk kwam ook op een gegeven moment die bewustwording. Nadenken van wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk? Hoe ben ik gekomen op het punt waar ik nu ben? Ben ik happy hier? Nee, waarom blijf ik hier dan? Wat ga ik doen? Welke doelen stel ik? Hoe ga ik daar achteraan? En zo is State of My Network eigenlijk ontstaan. Zo ben ik begonnen met schrijven daarover. Over de dingen die ik heb meegemaakt. En ik heb die sleutels die ik heb gevonden op mijn route, dat is eigenlijk waar ik mee werk. En die geef ik ook graag, met liefde geef ik die door. Man, that's why I invited you, man. Amazing, man. Dus je hebt echt zo'n traject, turbulent zoals je het noemde. Ja. Als ik even begin bij jouw persoonlijke doelen, nou we die pakken. Ja. En hoe vat jij die samen? Want... Ik weet dat je mediteert. Ik weet dat je. Dus dat zie ik als een persoonlijk doel. Een instrument leren spelen. Hoe pak jij dat aan? Ja, nou, eigenlijk begon het in mijn geval al een stuk eerder. In mijn geval, de turbulentie is eigenlijk een soort rode draad door mijn leven. Vanaf kinds af aan al eigenlijk. Ik heb een hele. Best wel een turbulente jeugd gehad. Moeilijke jeugd gehad. Waarbij ik ontzettend op mezelf ben teruggeworpen. En daar begon eigenlijk al mijn streven naar zelfkennis. Ik was vrij veel alleen. Ik vertrouwde als kind de volwassen wereld niet. Mm. Dus ik moest op mezelf vertrouwen. Daar heb ik dat geleerd. Ik moest mezelf kunnen bewegen, kunnen manoeuvreren door het leven. En ik wilde zo onafhankelijk mogelijk zijn. Maar tegelijkertijd wilde ik me goed voelen. Ik wilde happy zijn. Ik wilde genieten van dingen. Het woord dat binnenkomt is zelfredzaamheid. Ja, ja. Dat was
dat was mijn eerste doel eigenlijk. Dat moest ik van mijn gevoel vanuit een soort overlevingsmechanisme, overlevingsbehoefte, was dat waar ik naar zocht. En daardoor kwam ik werd ik aangetrokken tot de Oosterse vechtsporten. Daar was er iemand, het was net een film, want mijn eerste leraar was ook een oude Chinees. Weet je, van wax in, wax out, van de kraag. Je hebt een beetje Chinees, hè, Jonny? Ja, dat klopt. Dus misschien verstond ik hem op een of andere manier ook wel. Ik kwam kijken op een gegeven moment naar een training. En op een of andere manier, want ik was heel klein nog, ik was een jaar of 7. Mm-hmm. Toen haalde hij mij uit het publiek. Toen zei hij, wat kom jij hier doen? Maar ik wilde helemaal, ik had helemaal geen geld. Mijn moeder die zou dat nooit voor mij betalen, die lessen. En toen nam hij mij onder zijn hoede. Mm-hmm. En zo heeft hij mij geleerd om met mezelf om te gaan, te werken met mijn onderbewustzijn, te mediteren. De spirituele kant van het leven heeft hij mij eigenlijk daar geleerd. Mm-hmm. Dat heb ik dan doorgezet. Dus om antwoord te geven op je vraag, daar begon eigenlijk het stellen van mijn doelen. Mm-hmm. Daar begon eigenlijk het creëren van wat ik heel graag wilde. En dat heeft hij mij ook geleerd. Wat wil je? Wat doe je? En wat wil je dan? Weet je, doe jij wel datgene wat je dan moet doen, zodat je krijgt van wat je wil? Dus heel jong eigenlijk leerde hij mij op die manier. Wist je toen je daar zat te kijken, wist je wat je wilde? Wat was je eerste doel? Weet je dat nog? Mijn doel was gewoon eigenlijk heel bazaal. Het was niet gericht naar een bepaald punt. Het was gewoon dat ik gelukkig wilde zijn en me goed wilde voelen. En de route daar naartoe wist ik niet. Ik wist niet dat er een route was überhaupt. Ik wist wel dat mijn doel was. Later heb ik geleerd dat die wens die je van binnen hebt, die zorgt ervoor dat je belevingswereld zich aanpast daarop. En dat is geweldig wat ik later de theorie erbij gevonden heb. Maar dat is wat er toen gebeurde. En daarom gebeurde er ook wat ik heel graag wilde. Want ik werd heel succesvol in die vechtsport op een gegeven moment. Omdat ik vertrouwde op mijn intuïtie. Ik dacht niet heel erg na. Ik sloeg dat proces over. Dat heb ik allemaal geleerd in die tijd. Mooi, man. Ja. Dat is, ik hoor ook, wanneer je erover praat, voel ik en hoor ik die passie er weer uitkomen. Ja. Van alsof je weer dat jongetje bent. En dit is wat ik zo fenomenaal vind, wanneer we terug kunnen gaan naar dat kinderbrein, zo noem ik. Ik heb geen ander woord ervoor. Mm-hmm. Kinderbrein, dat brein dat in alles gelooft en helemaal niet in stapjes denkt. En die, weet je, als je vraagt, hey, wat wil jij worden? Ze zegt, ja, astronaut. En jij wordt ook astronaut? Ja, dan vliegen we samen naar de maan. Ja. Of, weet je, ik wil een boot, jij ook een boot, gaan we samen. Alles kan, hè? Je hebt oneindige mogelijkheden in jouw belevingswereld, hè? Dat verhoudt zich naarmate we ouder worden. Oh ja, dan gaan we geconditioneerd worden. Want gaan we leren wat. Ja, nee, maar dan moet je toch eerst dat hebben gedaan. Voordat je dat gaat doen. Ja. Waarmee je je mogelijkheden beperkt. En 100%. Ik leerde toen al eigenlijk dat op het moment dat je. Want dat zei hij ook tegen mij. Stacey, wat wil je? Want ik was heel fanatiek. Hè? Ik was heel ambitieus was ik. Hè? Ik wilde leren. Ik was leergierig. Ik wilde sporten met jongens die ervaren waren, groter waren dan ik al. Ik wilde alleen maar leren. Dus ik wilde me constant eigenlijk optrekken aan mensen die al waren waar ik wilde zijn. Weet je wel? En dat zag hij in mij. Dus hij zag een soort, en ik heb er later met hem over gesproken, hij zag een soort ruwe diamant. Ik moest het kanaliseren alleen, want ik wist me geen raad met mijn energie eigenlijk. Weet je wel? Mooi dat je dat zegt, dat stukje, iemand zag iets in jou wat jij nog niet zag. Nee, dat is misschien is dat ook een antwoord op mijn vraag om guidance. En dan kwam hij om mij te helpen op mijn route daar naartoe. Mm-hmm. Want hij heeft mij daarin enorm begeleid, waardoor ik mijn energie, die frustratie die ik misschien wel van huis uit zelfs had, dat kon ik op een andere manier omzetten in mijn toekomst, in waar ik heen wilde op mijn route. Geweldig. Ja, dat klinkt ook echt als een jongensdroom om zo opgetild te kunnen worden en dan vervolgens. Ja, en het mooie is dat ik toen ook, toen leerde ik ook, zeg maar, daar heb ik eigenlijk de techniek geleerd van
als je iets wil, om het alvast dan te zien. Mm. Als je iets of iemand wil zijn, om alvast te zijn wie je wil worden. En dat was toen ik nog zo jong was, was het een beetje een warrige wereld. Maar later, naarmate ik het ging doen en vertrouwde op het proces, leerde ik dat een doel die je hebt, als je een doel hebt, dan kan je kan het haast naar je toe halen of er naartoe bewegen. Het is maar net hoe je het wil bekijken. Door er eigenlijk min of meer al te zijn. En dat heb ik eigenlijk. Mijn hele leven heb ik dat. Ja. Interessant. Want ik merk als ik... We zijn beide muzikanten. We staan beide op het podium. We staan mensen te entertainen. En ik weet nog van mezelf dat ik daar als drummer... Ik was nog niet een professionele drummer. Ik had ambitie. Maar ik vond wel iets van het drummen. Hm. Dus ik weet nog dat ik naar concerten ging en me visualiseerde en voorstelde dat ik achter het drumstel zat in plaats van die persoon die daar was. Ik ging zelfs zo ver dat toen ik wat beter werd en wat meer zelfvertrouwen kreeg, dat ik zei tegen mezelf, oké, ik ga kijken. En ik ben zo klaar, ik ben zo voorbereid, dat mocht die drummer ziek worden en ze vragen, hey, is er een drummer in de zaal? Dat ik mijn hand omhoog zou steken. Ik! Zoveel confidence had ik gekregen en het ging steeds verder. Op een gegeven moment was ik een beetje brutaal en zeg ik, misschien heeft hij last van zijn arm. Hij is begonnen, maar hij heeft last van zijn arm en ze gaan mij vragen. Dus ik had allerlei scenario's bedacht hoe het zou kunnen dat ik invaldrummer zou kunnen worden. En hoe gek het ook mag klinken, dat is ook precies wat uiteindelijk gebeurd is. Ik ben zo vaak, heb ik moeten invallen voor bandjes die ik niet eens kende. En een van de prachtigste verhalen in dat opzicht, voor mij persoonlijk, is dat stukje dat ik bij de Wailers van Bob Marley mocht invallen. Mm. Dat letterlijk die drummer was zijn visum vergeten aan te vragen voor Amerika. En ze zochten een invaller. Weet je nou, in een couple hours moest er iemand komen. Dus het dromen, terug naar jou, het dromen en het visualiseren is zo belangrijk dat het dus werkelijkheid wordt. Het wordt gewoon werkelijkheid. 100%. Dus nu staat het op je persoonlijke stukje. Ja. Hoe doe je dat met je materialen? Hoe doe je je materiële doelen? Hoe visualiseer je, hoe krijg je die voor elkaar? Noem eens een voorbeeld van het materieel doel. Nou, ja, spul, een auto, een fiets, een telefoon, een huis, een boot. Vliegtuig. Oh, zo. Oké. Nou, kijk, ik heb daar... Ik moet je heel eerlijk zeggen, Winston, dat ik een beetje een vreemde relatie heb met materieel succes. Weet je wel? Materieel succes heeft in mijn geval... heeft het mij enorm verward. Mm. Weet je wel? Ik heb met 24/7... heb ik zo enorm veel platen verkocht. En ik ben de songwriter van die grote hits. Slave to the Music, Is It Love, Take Me Away, Leave Them Alone. Mm-hmm. En... ik kwam vanuit passie, maar toen dat succes eenmaal wereldwijd zo gigantisch was, raakte ik eigenlijk mijn passie kwijt. Mm. En ging het dan puur om het succes. Okay. Ik raakte steeds verder bij mezelf vandaan. En het geluk wat ik kreeg van het maken van muziek veranderde in dat ik voor mijn gevoel alleen gelukkig kon zijn met een chartpositie. Mm-hmm. En met een Mercedes. En met een bepaalde soort vakantie, 4 keer per jaar, met al mijn vrienden erbij natuurlijk, wat ik allemaal ook betaalde. Een bepaald soort huis. Dus mijn hele streven naar geluk shifte op een manier die later een probleem werd voor mij. Help mij begrijpen, want je begon goed, hè? Je begon met die basis van spiritualiteit en basis van focus. En dan kom je in een wereld waarin dat een stukje wegviel. Want betekent het dat je dus niet meer zo bezig was dat met dat mediteren en dat... Klopt, helemaal. Want het verhaal wat je net vertelde van de Wailers, bij mij is dat bijna identiek zo gegaan. Zo ben ik bij 24/7 gekomen. Ik visualiseer, want ik kende die groep al. Mm. Ik had al heel vaak met hen opgetreden, terwijl het nog helemaal niet gebeurd was. En toen werd hun voorprogramma ziek. Die vent die viel uit tijdens een Engelse tour. En toen had het management mij zien optreden ergens. En toen werd ik gebeld. Er was nog geen internet, hè? En e-mail in die tijd. Dus toen was ik in het voorprogramma. De frontman van hun ging weg. Stacey, zou jij 24/7 willen doen? Dus toen was ik daar. Dus vanuit mijn
mijn diepe, vurige verlangen en mijn wens kwam ik daar waar ik mezelf al jaren had gevisualiseerd. Vervolgens gebeurt er ontzettend veel, gebeurde er met mij door het succes. Je wordt geadoreerd, overal ter wereld zingen mensen je plaat en ik had niet de juiste guidance. Mm-hmm. En ik zocht er ook niet meer naar. Ik ging volledig op in die hype. Ja. En daardoor raakte ik verwijderd van mezelf. En mijn doelen waren niet meer intern gericht, maar vooral extern gericht. Het moest vooral zichtbaar zijn dat ik succesvol was. En dat maakte dat ik wel alles kon kopen wat ik wilde. Want jouw vraag was eigenlijk, ja, hoe deed je dat? Nou, was op een gegeven moment kon ik alles hebben wat ik wilde. 4-5 keer zelfs. Mm-hmm. Maar gelukkig werd ik er niet van. Ik werd er niet gelukkig door. Dus ik streefde er niet naar, maar ik had het wel. En toen werd het op een gegeven moment mijn aim, mijn target. En daar raakte ik eigenlijk het geluk kwijt. En hoe heb je het hersteld? Hoe heb je het hersteld? Want dat is natuurlijk key voor de mensen die kijken en luisteren. Want als je zoveel geld hebt, als je zoveel doekoe hebt, je kan huizen kopen, boten kopen, plane kopen, drinken. Hoe pulls you back in? Ik ben toen, op een gegeven moment raakte ik volledig bij mezelf vandaan. En toen heb ik, toen heb ik een soort gedwongen sabbatical gehad van 3,5 jaar. Ik heb daar een boek over geschreven zelfs. Mm-hmm. Het is hier, mijn leven, mijn keuzes, mijn gevolgen. Mm-hmm. Deze 3,5 jaar hebben ervoor gezorgd dat ik was toen helemaal alleen, 3,5 jaar, op mezelf. Omdat ik mezelf kwijt was. Mm-hmm. Is dat wat het leven mij liet doen. Ik moest weer in reinen komen met mezelf. Ik moest weer weten wie ik was, waar het om ging, wat ik nou wilde en vooral waarom. En na die 3,5 jaar, in die 3,5 jaar vond ik weer mezelf terug. En toen vond ik weer mijn passie terug. De stage, performen, geven. Delen van mijn liefde, van mijn energie, van mijn kennis en van mijn ervaring. Dat ging ik toen doen. Mm-hmm. En wat toen gebeurde, Winston, is doordat ik dat ging doen, werd ik heel succesvol weer als performer, als stage performer. Waardoor ik eigenlijk weer zo in contact kwam met al het materiale. Mm-hmm. Ik werd ook materieel weer succesvol. Mm-hmm. In alles met huizen, want de situatie die ik nu heb, is heel anders. Maar dat is niet een hoofdmoot voor mij meer, weet je wel? Dus hoe ik daarmee resoneer, het is eigenlijk een bijeffect van wat ik doe. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Het is dus niet waar ik voor ga. En dat is ook niet wat ik ooit meer doe. Mm-hmm. Als ik een doel heb, zal het nooit materiaal zijn. Zal het nooit iets zijn van, ik wil graag die auto. Mm. Dus, wacht even. Ik wil graag die auto. Ik hoor in mijn hoofd ook een belletje rinkelen. En dan zegt... ik moet hem stellen, toch? Belletje rinkelt als volgt. Is het, ik wil die auto, maar niet omdat die auto mij gaat maken tot wie ik ben, maar dat het een middel is om te genieten van, en als het weg is, is het weg. Kijk, dat zijn al twee verschillende invalshoeken inderdaad, ja. Weet je wel? Ja, waarbij ik eigenlijk geen van twee opties kies voor mijzelf. Mm-hmm. Weet je wel? Ik geef er niet zo erg om, eerlijk gezegd. Terwijl jaren geleden, ja, het was een deel van mijn identiteit. Mm-hmm. Snap je? Maar ik heb een hartstikke mooie auto. Maar ik rijd er eigenlijk zelden in, zal ik je eerlijk zeggen. Oké, maar misschien is het de auto niet. Maar misschien is het die scooter die je hebt gekocht. Okay. Toch? Misschien is het die, ik weet niet wat voor gear, gadget je hebt, waarvan je zegt, hey, deze is dope. Deze is... Ja. Toch? Ja. Dat kijk, is wat ik bedoel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Kijk, zodra wat denk ik van belang is de waarom van je doel. Yes. Weet je wel, de... Waarom? Wat gaat het je brengen dan? Is het iets wat je echt waar je gelukkig door voelt? Of compenseer je ermee? Komt het eigenlijk voort uit angst? Als dat is, dan ga ik er nooit meer mee resoneren. Nee, maar dat is, ik vind het fijn dat je die nuance aanbrengt. Okay. Want dan begrijp
men het beter, want anders denken ze, hey, die Stacy die klets, want hij heeft toch nog een mooi huis. In... Ja, ja. Okay. Ja. Oh ja, ja. Dus, jij dus ook het punt is, voor mij, waarom ik resoneer met je verhaal, is dat ik woonde tot 16 jaar geleden in een ander huis en ik had een drumstel in datzelfde huis en ik had een afspraak met de buren over hoe we, ik hou van drummen, een elektronisch drumstel, deals gemaakt, maar de buurvrouw onder mij, die was nog steeds aan het klagen. Ik had last van haar, ondanks de afspraken. Vervolgens dacht ik, oké, maar dit kan mij, ik weet niet hoe lang ik hier nog zit, maar dit gaat me frustreren. En toen dacht ik, oh ja, frustratie, dat is negatief. Mm. Weet je wat? Ik draai me om. Ik ga een positieve frustratie creëren ten aanzien van dit huis. Met andere woorden, ik ga visualiseren dat ik in een ander huis ga wonen. Hoe snel, maakt me niet uit, maar ik wil dat. Ik wil in het huis wonen omdat ik langs de straat kan parkeren of een inpandige parkeerplaats heb waar ik mijn drumstel gewoon makkelijk in en uit kan laden. Dat ik door het huis naad kan lopen, rennen. Ik had allerlei elementen erin gevoegd waarbij ik zei, dan heb ik in ieder geval die fysieke vrijheid om te doen wat ik wil, maar niet vanuit negatieve frustratie. Ja. En ik denk dat essentieel is. Dat is het verschil volgens mij. Want ik had nog 10 jaar daar kunnen wonen. Was ik ook oké. Maar ik woon liever 10 jaar hier. Ja, nee, snap ik. Nee, dat snap ik. Absoluut. Absoluut. Ik denk dat in alles wat je doet of wat je wil bereiken, denk ik dat die waarom, die is essentieel. Mm-hmm. Soms is het zo dat ik coach ook mensen en die hebben geld verdienen, is hun main go. Mm. Maar eigenlijk kan het helemaal niet. Het is het symbool. Het is hetgene, de status die je waarschijnlijk hebt. En dat vaak heb je die status, wil je dan vanuit een soort compensatie. Maar op het moment dat je een huis hebt, wat je droomhuis in je hoofd zit. Mm-hmm. En je visualiseert dat. Je kan daar van alles mee. Of je reden, je waarom klopt. Dan kan je er zo bij komen. Dan kan je ermee in contact komen op energetisch niveau. Ja. En dat vind ik de mooiste manier van doelen realiseren. He, want dan geef je iets. En dat is dat vertrouwen, dat is die liefde, dat is dat positieve daar naartoe. En dan sta je ermee in contact. Dan kan je creëren, kan je manifesteren. En dat vind ik het mooie van doelen stellen. Want ik vind doelen stellen, vind ik heel erg belangrijk. Het geeft je structuur, het geeft je zin, het geeft je perspectief, weet je wel. Maar ik vind vooral de waarom, die vind ik echt heel erg belangrijk. En ik maak een bruggetje, want ik vertelde je waarom ik onder andere, naast dat we heel veel tools wilden geven aan de mensen, dat op 9 oktober heb ik een serieuze uitdaging voor serieus avontuurlijke mensen die ondernemend zijn. 12 uur werken, achter elkaar, op 1 dag, van 9 tot 9 op 9 oktober. 12 uur werk aan je persoonlijke, financiële, je materiële doelen. En ja, een van de belangrijke componenten is het beschrijven waarom je dat wilt. Wat gaat er veranderen wanneer je dat hebt bereikt? Dus je gaat je ogen dicht doen. Je gaat kijken, als het een huis is, een fiets is, als het mediteren is, als het een guru hebben. Het maakt niet uit wat het is. Je voelt het al, hoe ga ik zijn wanneer ik dat heb? Wat gaat men van mij vinden? Dus alle elementen die te maken hebben met die beleving, die visualisatie, die komen aan bod. En dat, nou, ik hoef dit jou bijna niet nog eens te vertellen. Maar het belangrijkste daarna is, welke actie kan ik nu al ondernemen om dichter bij dat doel te komen? Ja. Vaak missen mensen dit stukje. Ja. En daarom doen we het 12 uur. Daarom wil ik dat de mensen niet weggaan voordat ze die 9 doelen die ze uiteindelijk hebben, dat ze meer hebben gedaan in die 12 uur dan dat ze in een 12 maanden hebben gedaan. Ja, ja, ja. Ja, want dat zie je vaak, hè. Wat je vaak ziet is, hè, we geven alle twee, geven we lezingen, workshops, trainingen. En mensen gaan dan aan het einde, hè, na 1 uur of 4 of na 1 uur of 5, gaan ze fired up, gaan ze dan weg. Komen ze buiten en dan komt het leven weer op ze af. Het normale leven. Komen ze weer in hun routine. Ja. Komen ze weer de mensen tegen die zeggen, ja, doe nou maar weer normaal. Want je weet, we moeten dit en dat. En voor je het weet zitten ze weer in de energie van voor de training. Yes. Daarom is het zo goed wat jij gaat doen, weet je. Mm-hmm. Want hoe,
hoe langer je mensen in die vibe houdt, hoe meer neurale verbindingen hier gemaakt worden, die allemaal die opdracht hebben naar voren. Daar moet, dat is die focus. Ja? Dus dat is, ja, het is fantastisch, geweldig eigenlijk. Ja, en het mooiste is, ik was bezig daarmee en ik dacht oké, weet je, die room, Rotterdam, gaat het? Ik kwam net uit Suriname en ik had het vuur was aangegaan. Maar voordat dat event dan is, natuurlijk, dat is over anderhalve week, had ik ook de gelegenheid om in Zwolle, Hogeschool Windesheim, word ik al 4 jaar uitgenodigd om de studenten met het opstarten van het jaar, vierdejaars communicatie, in dit geval communicatie- en mediastudenten, om ze op weg te helpen met een stukje public speaking, de 7 stappen van de WES-methode, en ook een stukje goal setting, omdat studenten zo ontzettend veel op zich afkrijgen en moeten een hiërarchie aanbrengen. En elk jaar is het een succes, maar dit jaar was het heel bijzonder. Die studenten hadden via Zoom of via een ander platform hun studie, maar nu zaten ze in een zaal. Dus dat die dynamiek van met elkaar zijn versterkte het gevoel van, oh man, dit is zo belangrijk om dit te doen. Ik heb dus nu een missie. Ik wil 100.000 studenten trainen met goal setting. Wow. Hoe ze dat beter kunnen doen. En dat zal je zien, hè? Ik roep het nu al een tijdje. En dan kom ik een artikel tegen van vorig jaar. Dat is wetenschappelijk onderzocht, dat doelen stellen. Zeker voor studenten, maar voor iedereen. Het maakt je gelukkiger. Mensen die doelen hebben, die het opschrijven, actie, wat ik net vertelde, die zijn gelukkiger. Ja. En toen dacht ik, oh, als het wetenschappelijk ook nog eens onderbouwd is, dan word ik een stuk blij. Dus alles wordt nu in werking gesteld om dat dit jaar voor elkaar te krijgen. En als het dit jaar niet lukt met de potentieel van 100.000, dan is het absoluut volgend jaar waar ik op wil schieten. Dus ik denk dat ik jou daar sowieso nog over wil gaan spreken, want ja, ik heb een concept in mijn hoofd wat ik ga uitwerken. Ja, geweldig. We hebben persoonlijke doelen gehad. We hebben materiële doelen gehad. Blijft nog eentje over. Financiële. Ja. Hoe werkt dat voor jou? Hoe is de energie van geld? Hoe werkt dat voor jou? Ik heb als vroeger had ik en het komt ook door hoe ik ben opgevoed, had ik ook een problematische relatie met geld. Ik had overtuiging over geld. Dat op te beginnen was geld schaars. Mm-hmm. Er was tekort aan geld altijd. En ik vond van daaruit ontwikkelde ik een soort van negatieve soort vibe ten opzichte van geld. Als ik geld had, kon ik het nooit vasthouden. Herkenbaar. Weet je wel. Dus het kwam niet graag naar mij toe. En als het kwam, was het ook snel weer weg, weet je wel. Dus, en ik had niet in de gaten dat het eigenlijk aan mij lag, weet je. Ik dacht toen ook nog niet zo. Op een gegeven moment, toen ik in de muziek ging, toen gingen dingen heel erg anders, weet je. Toen ging ik helemaal gepassioneerd mijn ding doen en het geld kwam dan vanzelf. En ik gaf het ook met liefde, gaf ik het ook weer uit en het kwam dan weer terug en met liefde. Dus ik had een soort, ik had het goed gemaakt met geld als het ware. Ja. Toen ging ik me ook meer verdiepen in hoe bepaalde dingen nou gaan. Ik vond geld een tijdje in mijn 24/7 tijd aan het einde vond ik geld zo belangrijk dat het enige was wat mij gelukkig kon maken. En dan ga je dus weer een probleem creëren. Want dat is, hè, dan wordt het een obsessie, weet je wel. Een negatieve obsessie, want op zich heb ik niks tegen obsessies, maar dat was een negatieve obsessie. En nu ga ik heel de laatste jaren, eigenlijk de laatste 15 jaar moet ik nou zeggen, ga ik heel anders om met geld. Geld is voor mij een middel. Het is heel erg belangrijk wel. Maar natuurlijk, omdat je moet leven, daarnaast ben ik een ondernemer. Dus het is ook voor mijn onderneming belangrijk. Mm-hmm. En het geeft mij op een bepaalde manier is de toevoeging aan mijn geluk. Want ik mm-hmm. kan doen wat ik wil. Ik kan naartoe waar ik wil. Ik kan wonen hoe ik wil. Ik heb praktijk aan huis. Ik kan de spullen kopen die ik wil. Mm-hmm. En als ik aan geld denk, dan heb ik over het algemeen, geef ik geld ook positief en met liefde geef ik dat ook uit. Ik heb geen stress met geld. Ik maak me niet zo druk om geld. Mm-hmm. Ik blokkeer het daarom ook niet. Het floot gewoon. Ja, en
ik vind het helemaal niet erg als ik iemand kan helpen die mij dierbaar is. Mm-hmm. Dan doe ik dat. Ik maak me niet zo druk. Ik vertrouw erop dat het wel terugkomt. Geef eens, want je zei net iets heel belangrijks. Ik blokkeer het niet. Ja. Geef eens een definitie van hoe je hebt ervaren dat mensen geld blokkeren. Laat ik zeggen, mensen die heel erg op hun geld zitten, bijvoorbeeld. Hè? Die, je kan het toen noemen mensen die gierig zijn of en op een andere manier een soort scarcity, hè? Een soort tekort, een overtuiging van tekort hebben. Die zijn zo bang om dat geld te laten stromen, mm-hmm. dat ze blijven met wat ze hebben en eigenlijk... Die hele geldstroom gaat aan ze voorbij. Ja. Ze doen eigenlijk niet mee aan die flow van eigenlijk alles. En geld is ook energie. Oh, ja. Dus energie moet flowen. Ja. Het floot naar je toe en van je af. En het gaat weer door. Je moet openstaan om te ontvangen en openstaan om te geven. Ja. En mensen die denken dat er te weinig geld op de wereld is, die gaan dat ook zo ervaren. En dat bedoel ik, als je in je overtuiging... Denk dat het geld niet goed is, dat er te weinig is, dat jij het niet waard bent. Dat zijn allemaal manieren waarop je geld blokkeert. En als je open gaat daarmee, dan sta je versteld van wat er dan allemaal kan gebeuren. Ja, fantastisch mooi voorbeeld is dit. Want ik wilde er één geven die ik heel vaak hoor en jij zal vast wel gehoord hebben. Dan zegt iemand, ja nee, ik wil wel geld verdienen, maar ik hoef geen miljonair te worden hoor. Mm. Och. Dat is echt een mega blokkade. Ja, absoluut. Wat ook een blokkade is bijvoorbeeld, het ligt een beetje in dezelfde lijn, mm-hmm. is, het is wel goed zo. Je moet niet altijd maar... Ja. Je moet ook een keer tevreden zijn. Ja, en weet je wat bijzonder is daarvan? Mm-hmm. Dat er altijd een verhaal aan vooraf gegaan mm-hmm. is daar. Iemand spreekt vanuit pijn, vanuit de mentale pijn, vanuit teleurstelling. Wel gewild hebben, maar niet gelukt hebben. En dan krijg je dus die verwrongen relatie met geld. En dan gaan ze het eigenlijk blokkeren. Ja, mooi. Mooi, dat is echt een heel duidelijk voorbeeld. Dus als je kijkt en je denkt, wacht eens even, heeft hij tegen mij? Ja. Absoluut. Het kunnen ontvangen en het kunnen geven, dat is die doorstroming waar jij het net over had. Ja. Ik weet nog dat ik een van de... Ja, dit is jaren geleden in Amsterdam gaf ik was een groter event... Waar ik ook het doelen stelde, maar toen deed ik geloof ik 7 uur was het, 7 of 8 uur. En er was een dame die was uitgenodigd door iemand en die zat daar half, ja wat doe ik hier, ik bedoel, ik hoef niet te zijn. En ik laat mensen heel veel vertellen. Op een gegeven moment merkte ik aan haar dat ze een beetje ongemakkelijk daar zat. En ik stel haar vraag, wat gebeurt er met je? Ze zegt, nou Winston, ik zit hier en ik vraag me af wat ik hier doe, want ik heb het niet nodig. Ik zeg, oh. Zeg, interessant, wil je verder vertellen? Ja, want ja, ik heb geld heb ik en mijn kinderen zijn oké en dit is oké en dat is oké. Dus ja, voor mij is dit een beetje overbodig. Ik snap dat andere mensen dat nodig hebben. Oké, wil je liever weggaan nu? Want anders vind je het zonde van je tijd. Of je mag blijven. Zeg, nou weet je, ik blijf tot de pauze, tot de lunchpauze. Want dat is ook zo onbeleefd om weg te lopen. Ik zeg, nou, je doet mij geen pijn hoor, als je nu weggaat. No problem. Nee, ik blijf wel. Ze bleef. Volgende onderwerp, toen ging het over geld. Schrijf het op, wat kan je met geld? Wat zou je willen? Blablabla, allerlei dingen. En dit is na 4, 5 uur, hè. Op een gegeven moment zegt ze, Winston, toch even wat zeggen. Ja, wat dan? Nou, ik merk dat ik nu wel iets heb gevonden. Ze zegt, nou vertel dan. Ze zegt, nou genoeg geld inderdaad, mijn kinderen zijn goed. Maar vorige week vroegen ze bij onze tennisvereniging of wij iemand wisten die de kantine wilde pachten of overnemen. Toen zei ze, nou ik zie mezelf daar niet achter gaan staan, maar ik kan het wel gaan uitbaten. Ik kan daar wel een business model van maken. Ik zeg, kijk, dat is nou precies wat ik bedoel. Nu ben je toch hier gaan zitten en heb je nog dat ideetje. En ze is het gaan doen. En succesvol ook nog. Oh, wow. Ja, het lijkt zo klein. Zo'n klein moment waarop je dat inzicht krijgt. Van, ja, weet je, ik hoef toch niet zelf achter zo'n toonbank te gaan staan. Maar ik genereer wel geld. En want ik maakte natuurlijk mijn beroemde grap. Ik zei, nou weet je wat, als je het niet voor jezelf wilt doen,
je wil niet voor je kinderen doen? Geef mij dat geld dan maar. Oh, nee, nee, nee. Voor mij. Ja. Oh, nee, nee. Ja, 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 ja. Dus ja, die liefde voor geld, de liefde voor geld is echt, ja, daar moeten we nog allemaal aan werken. Ja. Want ik heb miljonairs gehad die zeggen, ik zei, nou, wat als je dan een biljonair zou doen? Oh, oh, en als je, dan komt er weer zo'n, dan moet ik me daar overheen zetten. Het is heel menselijk, het is heel normaal. Ja, het is een universele soort reactie ten opzichte daarvan. Maar als je beseft, en ik denk dat dat heel belangrijk is om te doen, of mensen te leren of te informeren daarover, is dat als je beseft dat je geld kan blokkeren, een money mindset, hè, die is ontzettend, kan die heel erg invloed hebben op wat er in je leven gebeurt ten aanzien van inkomsten. En als je dat weet, dan is de vraag, oké, maar hoe doe ik dat dan? Exact. Ja? En dat is zo mooi als je dat meeneemt, wat je natuurlijk ook gaat doen op 9 oktober. Ja, dat is geweldig. Dat is iets waar mensen hun leven lang van kunnen genieten. Hè, die manier waarop ze dat min of meer zelf meer kunnen sturen en dankbaar kunnen zijn voor, ook voor wat ze nog niet hebben, waardoor je ook die weg daartoe openzet. Ja, weet je wel? 100%. Ja, dat is fantastisch. 100%. Ik weet zeker, tot slot, dat als ik niet al 30 jaar bezig was met goal setting, structureel dingen opschrijven, actie ondernemen, had ik niet in dit huis gewoond, was ik nu niet met jou aan het praten, dan had ik niet gereisd zoals ik doe als verhalenverteller of als, nou, letterlijk alles wat ik heb bereikt, zag ik al voor me. Ik had het opgeschreven. Ik heb een collage ervan gemaakt. En mijn laatste project is mijn lijf. Ik ben aan het sporten sinds anderhalve maand. Oh, wauw. En ik kwam terug uit Suriname. Ik had 2 dagen in de gym gezeten in Torarica. En ik dacht, hè? Wat raar, man. Ik zit duizenden kilometers verder en dan ga ik wel die gym in. En dan heb ik hier, ik heb een kleine gym hier, kan ik sporten. En ik doe dat niet. Ik loop niet naar beneden om te sporten. Ik dacht, oké, ik heb blijkbaar een grote incentive nodig. Mm. Ik heb me ingeschreven bij de big gym. Ik zei, ga ik daarheen. En dit is wel is fantastisch hoe jij als role model kan dienen. En hoe ik als role model kan dienen. En hoe wij role models kiezen. Ja. Ik zag een documentaire van Caitlyn Jenner. En daar zag ik hoe zij als Bruce Jenner naar de Olympische Spelen wilde. En nog niet goed genoeg was. Maar wel een ambitie had. Zo van, ik wil kampioen worden. Ik wil meedoen aan de Olympische Spelen. En die heeft zichzelf zo, ik wist dat niet. In 1972 was het. Die heeft gezegd, ik ga alles aan doen om dat te bereiken. Is dat een groot doel? Yes. En die heeft zich 4 jaar lang, heeft die elke dag getraind. 8 uur per dag, Stacey. En ik zag het. En ik denk, nou, dat kan niet. Hij had wel hulp. Zijn vriendin zei, je hoeft niet te werken. Ik ga werken, ik zorg voor je. 4 jaar lang kon die man elke dag sporten, 8 uur lang. Hond genomen, met die hond ging die sporten. Later kwam er een mattie bij. Hij heeft het gehaald, Stacey. Hij is Olympisch kampioen geworden. Hij heeft het wereldrecord verbroken. Ik zag die documentaire op Netflix en ik dacht, als dat kan, want ik zou eerst 3 dagen in de week gaan sporten, ja, dan kan Winston Scholsberg toch wel 7 dagen in de week een uurtje gaan sporten. Ja, 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 ja. Zo simpel was het, hè? Ja. En sinds die dag ben ik per week minimaal 6 dagen gaan sporten. Minimaal 6 dagen. En ik zei, ik ga 6 dagen, niet maximum, niet 100%, gewoon 80-90% aan. Mm. En the best investment of my life. Ja, fantastisch. Je gaat het nodig hebben voor de komende, voor wat je ook gaat doen. Want weet je wat ik het mooie vind, hè, ook van dit verhaal, maar sowieso van het hele gesprek en van wat jij doet en wat de 9 oktober staat te gebeuren. Je weet dat ik momenteel, dat in het najaar mijn boek uitkomt, hè, van reageren naar creëren. En eigenlijk is de basis daarvan is eigenlijk hetzelfde. Hè? We hebben in principe in het leven hebben we een keuze tussen wat doen we? Laten we het leven op ons afkomen? Reageren we op dingen die er gebeuren de hele dag? Worden we geleid door het leven eigenlijk? Of gaan wij creëren? Gaan wij
denken, wat wil ik nou? Wie wil ik nou zijn? Hoe wil ik mij voelen? Wat wil ik nou doen? Wat wil ik hebben? Waar wil ik wonen? Hoe wil ik wonen? Mm-hmm. En als je daarmee bezig gaat, dan ga je naar voren denken in plaats van eeuwig rondjes draaien in je comfortzone. Waarbij je steeds reageert op de dag die eigenlijk elke keer hetzelfde is als die dag ervoor. En wat jij gaat doen vind ik fantastisch, omdat dat daar spreekt eigenlijk alles wat ik in mijn boek schrijf. Want wat wil je? Wat ga je doen? Haal het maximale uit jezelf, je passie, doe je ding en ga ervoor. En dat vind ik. Ik kan het alleen maar toejuichen, Wins. Ja, ik vind het fantastisch dat je dat ook vertelt, want ja, vertel de mensen, stel je voor, ik weet niet wanneer precies je boek uitkomt, maar stel je voor dat mensen al een voorinschrijving kunnen doen en alvast kunnen bestellen. Vertel ze, waar kunnen ze je bereiken? Oh, als mensen meer informatie willen hebben over mijn boek, dan kunnen ze me een e-mail sturen naar info@stateofmindnetwork.com. Daar zal ik je antwoord geven. Maar je kan ook gaan naar de website www.stateofmindnetwork.com en daar kan je ook zien wat wij doen. En zien, en daar staan ook de e-mail, staat daar ook op e-mailadres. En eigenlijk wat wij doen met State of Mind Network is wat ik ook nu net vertel. Mm-hmm. Alleen dan vanuit State of Mind en State of Body. Want ook voor je gezondheid is het belangrijk dat je vooruit denkt. Wat wil ik? Hoe lang wil ik? Met mij, ik ben niet meer zo jong als jij, Winston. Dus voor mij wordt het... Maar anyway, dus dat is wat we doen. Je maakt grappen, vriend. We gotta be on top of our game. Kijk hem staan, hij is fit. Hij is zo fit als een hondje. Hey, Stacey, man, het was geweldig om met je te praten. Ik vond het ook leuk. Ik echt, elke keer als ik met je praat, denk ik van, jongen, dit moeten we vaker doen, want er gebeurt iets, er is een dynamiek. Misschien echt, omdat we al bij kaal zijn, ik weet niet wat. Je weet het nooit. Je weet het nooit. In ieder geval, thanks ook jij, man. Ja, man, dank je dat je bent gekomen. Okay. En ja, als je kijkt en je zegt, nou, weet je, Winston, jullie hebben me wakker gemaakt voor mijn doelen. Je wil bij zijn op 9 oktober. Moet je wel snel zijn, stuur me een bericht via Facebook, social media. Of stuur inderdaad een berichtje naar winston@winstonscholsberg.nl. Stay tuned. It was a pleasure to talk to you again, my friend. Veel succes. Ik wil je vanavond. Yes? Yes, sir. It was Wes, Winston Errol's Holsberg Experience. En dit was met Stacey Seedorf. Echt, ja, deze man moet zijn boek kopen sowieso, weet je. Al zijn boeken trouwens. En als je hem ontmoet, dan is het nog veel leuker. Ik ben zo blij dat hij een mattie van mij is geworden. Dat we gewoon altijd kunnen babbelen. Ik zie je bij de volgende Winston Errol's Holsberg Experience. See you.